Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kanijn Tukkus en ik leer je alles over bloemschikken. En laatst kwam er dit bloemstuk online. Echt een toppetje. En naar aanleiding van deze video kreeg ik heel veel berichten of ik dit soort bloemstukken ook op andere manieren wil opmaken. Ik heb vandaag dezelfde ondergrond, maar ik ga hem anders opmaken. Zodat je eigenlijk kan zien dat je met eenzelfde soort ondergrond een heel ander bloemstuk kan maken. En dat geeft gelijk een heel leuk effect. Ik zou ook zorgen dat de bloemen los als pakket in de webshop komen. Dus mocht je deze ondergrond al hebben van de vorige DIY, dan kan je eventueel de bloemen van vandaag ook los bestellen. En ook die van het vorige pakket zal ik ook los toevoegen. Dus dan kan je eventueel nog een keer weer verversen, mocht je het leuk vinden. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt eronder een kopje cursuspakket en wees snel bij, want op is op. Ik kan me ook altijd volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik weer als er ook een extra video online komt. Dus dat is zeker leuk om me daar te volgen, want er komen heel veel leuke video's aan. Goed, we gaan gauw beginnen. Vandaag een beetje een zomers, een beetje een boerenbloemstuk. Een stoer bloemstuk met mooie zonnebloemen en eremures. Duizend schoon, ik heb heel veel mooie materialen. Allereerst heb ik het steekschuim al even vol laten zuigen. Let op, nooit onder water duwen, maar zelf vol laten zuigen. Dus even in een bak met water leggen. En ook niet onder de kraan houden, dan krijg je namelijk luchtbelletjes. Dan zit er aan de binnenkant geen water en dan blijven je bloemen gewoon niet zo lang mooi. Dus die maak ik even passend en dan snij ik ook de zijkanten eventjes een beetje af. Dan begin ik allereerst even met dat fascia. En de asperista snij ik eventjes. Dat doe ik in drie rijen als het ware. Drie. En dan rol ik het op. En je kan het even vastzetten met een nietje of met een draadje. Wat je zelf prettiger vindt. Beide werkt wel. Bij een draadje ga je even door de nerf. En dan pak je hem weer bij elkaar. Het blad ook gelijk stevig van door het draad. En dan ziet het er zo uit. Je kan asperista op heel verschillende manieren gebruiken. Mocht je helemaal uitgebreid uitgelegd willen hebben, er staan video's van online. Als je even intoets asperista klein tukkers, dan vind je het wel. Ja, en dan kan je het op heel verschillende manieren. Het is ook een hele leuke manier. Mooi sierlijk. Polygoonstok in de lengte. Mooie eremures in de hoogte. Dan heb ik mooie zonnebloemen. En de stelen van de zonnebloemen kan je ook nog weer gebruiken. Dat kan ook een heel leuk effect geven. Ik zet ze als groepje bij elkaar.
al prachtig. Dan heb ik een mooie perken. Vind ik ook altijd mooi stoer. Een prachtige distel. En die kan je er kort of lang in verwerken. Wat je zelf leuk vindt. Een mooi sierlijk grasje. En Crasperia die ik op hoogte schik. Ik vind het ook leuk om deze wat langer te verwerken. Dan kan je hem best eventjes op draad zetten. Voorzichtig hou je één vinger aan de bovenkant in het hartje. En dan steek je voorzichtig het draadje bovenin het kopje. En dan draai je hem rond. Om het steeltje. En het uiteinde doe je weer omhoog. Op die manier kan je hem ook lang verwerken. En om het af te werken gebruik ik nog een klein beetje mos. Past ook mooi bij dit sfeertje. Je kan het vastzetten met een krammetje, maar vaak hoeft het niet eens. Echt omdat je het er een beetje tussen klemt. En dan hebben we een geweldig mooi bloemstuk. En zo kan je zien hoe verschillend de bloemstukken zijn. Met dezelfde ondergrond. Echt heel erg tof. Ja, ik vind deze ondergrond zelf gewoon al echt fantastisch mooi. Echt een mooie krans waar je elke keer weer een mooi bloemstuk in kan maken. Hè? En deze vind ik ook heel erg leuk. Ik vond de vorige plukbloemstuk ook heel mooi. Maar deze is ook echt prachtig. Je kan dus de bloemen eventueel los als pakket bestellen. Mocht je het leuk vinden of zelf een mooie ondergrond hebben, kan dat ook. En wil je het graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Doei!